Een van de grootste aanwinsten voor de FC van deze zomer is Richairo Zivkovic. De 19-jarige aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Ajax. De spits heeft in de paar weken dat hij al in de Domstad is zich goed kunnen aanpassen aan de club. Ik ben goed ontvangen door de spelers, staf, iedereen eigenlijk bij de club. Leuke ploeg, leuke mensen. Natuurlijk al wel 3 wedstrijdjes gespeeld. En jammer dat we niet wat meer punten hebben gehad, maar voor de rest is het goed bevallen. Heb jij het gevoel dat je ook meteen je stempel kan drukken op dit elftal? Anders had ik hem wel gedrukt, denk ik. In de eerste wedstrijd viel ik natuurlijk in. En ik denk wel dat ik het naar behoren had gedaan. En uiteindelijk de derde wedstrijd speelde ik 90 minuten. En dat smaakt voor mij wel wat naar meer. In zijn eerste basisoptreden tegen PEC Zwolle is Zivkovic gretig en energiek. Natuurlijk is er ook tijd nodig om elkaar beter te begrijpen. De spelers moeten mij nog leren kennen, ook in de wedstrijd. Dat is natuurlijk wel de eerste wedstrijd die ik 90 minuten speel. En ook de eerste wedstrijd die ik met Sepp in de punt sta. En uiteindelijk denk ik dat het om afstemming ligt en dat zij mij beter moeten leren kennen. En dan zullen ze misschien ook wel begrijpen wat ik bedoel. Nou ben je natuurlijk bij Utrecht gekomen. Je hebt, ondanks dat je nog vrij jong bent, heb je een best wel verleden natuurlijk al bij een aantal clubs. Hoe kan het dat je op zo'n jonge leeftijd al zoveel verschillende clubs hebt gehad? Ja, ik maakte mijn debuut op mijn 16e. En uiteindelijk heb ik 1 seizoen gedraaid bij Groningen. Zeg maar echt een volwaardig seizoen. Waarin ik ook basis stond en het goed deed. En door dat verdiende ik mijn transfer naar Ajax. En het eerste jaar Ajax was een beetje een wendingsjaar. Uiteindelijk heb ik 15 wedstrijdjes in de eerste gespeeld en de rest bij Jong. En daar was ik wel tevreden over. Maar uiteindelijk, ik wou het volgende seizoen, of de seizoen daarop, wou ik eigenlijk gewoon zoveel mogelijk spelen. En toen had ik Milik voor me. Ja, uiteindelijk is die voor 34 miljoen vertrokken naar Napoli. Dus daar sta je niet zomaar voor. Na Ajax wordt Zivkovic een jaar verhuurd aan Willem II. De aanvaller komt hier weinig aan spelen toe. Na zijn avontuur in Tilburg gaat hij weer terug naar Amsterdam om vervolgens aan de FC te worden verhuurd. In de Domstad wil hij laten zien dat hij niet voor niets wordt gezien als een groot talent. Ik heb natuurlijk ook mijn kwaliteiten en ik denk ook wel af en toe dat ik, dat ik de kans had moeten krijgen om ze meer te laten zien. En dat bedoel, dat bedoel ik in het eerste. Maar uiteindelijk ligt het ook grotendeels aan jezelf en moet ik ook zelf dat afdwingen. Als ik het niet goed heb afgedwongen, dan moet het uiteindelijk beter of moet ik beter mijn best doen. En uiteindelijk wil ik gewoon nu bij Utrecht spelen en met Utrecht een mooi jaar gaan maken. Zivkovic is zelf kritisch en weet dat hij keihard moet knokken voor zijn plaats. Toch heeft hij het imago een lastige jongen te zijn. Nee, ik ben zeker geen lastige jongen. En iedereen die me kent of die met me heeft gewerkt, die weet ook dat ik geen lastige jongen ben. En, ik doe geen gekke dingen of die de grens overschrijden. Dus dat is helemaal niet zo. Ik denk dat ik een plezierig persoon ben, spontaan. Met mij kun je een grapje maken, kun je lekker dollen. Maar uiteindelijk ben ik ook heel serieus en ligt mijn focus in de wedstrijden en op de trainingen. En daarbuiten, dan kun je altijd wel lol maken.